De volgende groep kennen we in heel Nederland van de hits. Sinds een dag of twee en smoor verliefd. Ze maken reggae muziek en ze komen uit Brabant. Hier is Doe Maar! Ja, ja. Ja. Het is een beetje een trieste dag vandaag, vrienden. Henny Vrienden is van ons heen gegaan. Ja. En nou zijn er natuurlijk een heleboel vrouwen, maar dat niet alleen. Wij allemaal. We hebben allemaal onze herinneringen natuurlijk aan die periode van Doe Maar. Ja, we kennen allemaal die liedjes. We kunnen ze allemaal meezingen. En we weten allemaal nog precies wat we deden in die periode van ons leven. En heel veel vrouwen, want dat zei ik net al, die vrouwen tussen 54 en 60, en dat zijn er heel wat in Nederland, die allemaal zaten te zwijmelen. Ja. Bij Henny Vrienden. En allemaal naar die concerten gingen. Ze viel allemaal flauw. Dat hadden we nog nooit eerder gezien in Nederland. Want dat was alleen geweest met de Beatles. Ja, 1964, zo ongeveer 63. Toen viel iedereen flauw in Nederland bij de Beatles. Maar nu gebeurde dat opnieuw. Alleen heel veel jaren later. Wij maakten toen in die periode, aan het eind van hun tijd van Doe Maar, maakte ik een filmpje over die hele hysterie met al die meisjes in die tijd. Ja, ik moest mijn baard afscheren. Ik kreeg een rare pruik op. Moest een beetje op Henny Vrienden gaan lijken. En wij maakten het liedje 34 jaar. Van Groningen tot Heerlen stromen de zalen vol. Met hele jonge meisjes, wat gaan ze uit de bol. Ze staan daar maar te gillen. En soms vallen ze flauw. Ik weet wel wat ze willen. Met mij wil elke vrouw. Ik ben nu meer dan 30 jaren oud. Ik heb een vrouw, een kind, ik ben getrouwd. Ik zing over de boom. En ruzie met mijn pa. Ik ben nu 34 jaren oud. Jaren later sprak ik hem, Henny Vrienden, kwam ik hem tegen. Ja, had ik een interviewtje met hem. En het was in een muziekstudio in Weert. En toen vertelde hij ook over dat filmpje dat hij dat gezien had. En dat hij dat ook zo leuk vond. En het bleek gewoon een hele aardige, rustige gozer te zijn. En die was gevangen, en dat bleek, want dat vertelde hij ook. Hij zat gewoon gevangen in het harnas van zijn eigen populariteit. En daarom zijn ze toen ook gestopt met Doe Maar. En niet veel later, toen kwam hij erachter dat het toch wel heel leuk was geweest. En hij ontdekte, en dat was misschien nog belangrijker, dat hij heel veel mensen een enorm plezier had bezorgd. Ja, Henny, dat heb je gedaan. Rust zacht, jongen.